Hey, hallo allemaal. Ik bevind me momenteel in de kazerne waar alle ziekenwagens staan, want wij wachten op een zeer dringende oproep. Ik heb zo net namelijk het boek van Sis Meijer uitgelezen, Val, en jongens toch, wat is het spannend geworden. Zoals ik eerder al vermeldde, gaat het verhaal over twee meisjes. Een Amsterdams meisje, Liv, en haar beste vriendin die in New York woont, Sophia. De twee meisjes hadden eigenlijk afgesproken dat Liv samen bij Sophia op school zou komen in New York voor één semester. Maar net voor dat gebeurd is, verongelukt Sophia plotseling. En Liv heeft het daar eigenlijk zeer moeilijk mee. Na een jaar heeft ze het verdriet eigenlijk nog steeds niet verwerkt en besluit ze om toch maar naar school te gaan in New York. Eigenlijk ook om een beetje, niet alleen om haar verdriet te verwerken, maar ook om te kijken wat er nu eigenlijk echt gebeurd is met Sophia. Want Liv gelooft niet dat Sophia zomaar een ongeluk heeft gehad. En jongens, toch, wat komt ze allemaal te weten? De meisjes waren twee beste vriendinnen. Maar Sophia had toch wel een geheim leven hoor. Ze was betrokken bij drugshandel op school. Ze bleek plotseling ook zwanger te zijn van de zoon van de directeur. En oh, jongens, je voelt het al. Ze zit zwaar in de nesten. En Liv kan het niet laten. En ze komt eigenlijk stap voor stap te weten wat Sophia eigenlijk allemaal uitgespookt heeft de dagen voor haar dood. En oei, je voelt het al aankomen. Liv gaat zelf ook zo in de problemen geraken. En ik hoor de telefoon. Het is zover. Ik ga mij moeten omkleden, want de ambulance wordt erbij gevraagd. Secondje, hè. We gaan dat doen op zijn TikToks met een klein trucje. Kom, we zijn weg. Oké, we zijn vertrokken. Blijkbaar hangt Liv op 15 meter hoogte aan een dakrand te bengelen en hangt ze eigenlijk alleen maar vast met een hengseltje van haar rugzak. We moeten ons echt haasten. De politie komt ter plaatse, de brandweer komt ter plaatse en wij komen ook ter plaatse. Collega, zet de sirene maar aan, want we moeten ons haasten. Ja, of we op tijd gaan zijn, dat gaan jullie zelf moeten ontdekken. Daarvoor moet je het boek lezen. Maar geen zorgen, het is een echte aanrader. Het is super spannend. Doe, hè.